Nog een paar. En dat, ik ben al heel vaak officieel met een mooie ketting om. Je bent een beetje schaar. Bij mensen geweest die of 50 jaar getrouwd waren, of 60. Of zelfs bij een mevrouw die 100 was. Maar een school die 125 jaar bestaat. Dat is oud zeg. En dan zo ontzettend hip. Ik denk dat jullie de oudste en de hipste school van Brummen zijn. Is dat zo? Ja. Nou weet ik, jullie doen bijvoorbeeld iets met kunst, hè? Ja. Weet je, toen de school begon, dat was het jaar dat Vincent van Gogh een heel bekend schilderij schilderde over aardappels, de aardappeleters. Dat was precies 125 en daar hebben jullie hier alles van geleerd. Dat was heel oud en hier op deze moderne school leren jullie daarvan. Ja, en het is feest. En het is heel groot feest. Want Pancratius, dat hebben jullie natuurlijk allemaal al wel eens gehoord, een jongen van 14, en die wilde gewoon blijven geloven wat hij geloofde. En die had helemaal geen zin om per se te doen wat de Romeinen zeiden, zo lang geleden. Dat is nog langer geleden dan dat de school bestond. Maar hij deed het niet. Hij had denk ik goed geleerd dat je alleen maar moet doen wat belangrijk is. Had hij vast, of hij dat al op school had geleerd, weet ik niet. En jullie leren dat hier ook, hè? Niet pesten, gewoon goede dingen doen. En dat maakt het zo leuk van deze school. En wat moois maken hoor ik hier. Maar ja, we hebben net ballonnen opgelaten. En als er nou echt een heel belangrijk feest is, dan is er ook champagne. Dan we gaan maar tellen. Ja, prima. 3, 2, 1. En tel ze allemaal maar eens. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Het zijn er geen 125.